zet me in speciaal voor deze doelgroep, omdat ik uit eigen ervaring weet wat het is om alles wat je hebt kwijt te raken en het gevoel te krijgen binnen de maatschappij, binnen de instellingen, dat je hier eigenlijk helemaal geen recht van bestaan meer hebt. De meest kwetsbare groep vrouwen in deze samenleving, die hierdoor zo lekker een dag in de watten worden gelegd, hè, als het ware worden ondergedompeld in een warm bad, die er daarna weer fris en verzorgd uitzien. En er is gewoon niemand die begrijpt hoe het is. Als je als vrouw dak- en thuisloos raakt, dan ben je sowieso verzekerd van de eerste 6 weken totaal geen inkomsten. En in die 6 weken worden de meeste vrouwen relatief ongesteld. Men kan zich niet indenken hoe eenzaam en verlaten je je voelt als je bloedend op straat loopt en je hebt geen tamponnetje. Ja, en dat er die dag is die aandacht geeft aan dit soort vrouwen die daar gewoon de draad van hun leven weer mee kunnen oppikken. Die goed verzorgd is, ergens een kopje koffie of thee kunnen gaan drinken. Mevrouw Verwendag, dat is een project waarbij dak- en thuisloze vrouwen de hele dag in de watten gelegd worden door echt, ja, ik heb net nog even te lezen gegeven, 83 vrijwilligers. En dan gaan ze de deur uit en dan krijgen ze een mooi groot verwendpakket mee van allemaal producten die we afgelopen week hebben ingezameld. Nou ja, we hebben 7 jaar geleden zijn we ermee begonnen. En toen hebben we de vrouwen van de achterban, die zelf allemaal afkomstig zijn uit de doelgroep, hebben gevraagd, wat mis je nou echt? Wat mist er op dit moment nou echt? Zeiden ze, het zou heerlijk zijn als er iets georganiseerd wordt, dat je je 1 dag weer helemaal lekker vrouw kan voelen. Nou ja, voor iedereen heeft dat een ander effect, maar je ziet mensen als ze binnenkomen, zijn ze soms best wel verhard. En ze gaan vrij relaxed de deur uit. Nou, we hebben wel eens vrouwen die zijn, ja, ik wil niet zeggen onherkenbaar, want ze blijven altijd hun sprankelende zelf. Maar er verandert iets in hun uiterlijk, een extra sprankeltje. En dan zien ze er ook nog helemaal anders uit. Zoals we het hier doen, hier in Den Haag, dat vind ik geweldig. En ik zou het heel leuk vinden als er op 8 maart in iedere stad een vrouwenverwendag georganiseerd wordt.